Ik praat er voor mijn beurt. Ik ga meteen je voorstellen aan de volgende gast. Yvonne Mocking, zangeres. Ja. En wat lees ik op jouw site? Hoe heet jouw band? De Corona's. De Corona's? Ja, dat klopt. Is dat nou een voor- of nadeel nu? Nou, dat is een beetje een golfbeweging. In het begin dachten we natuurlijk dat het... Hè, toen het allemaal nog niet zo heel serieus was, dachten we... Nou, dat kan wel een voordeel zijn. Mensen googelen misschien op Corona's. Dan praat ik echt over januari, februari, hoor. Ja, toen het nog elders was. Precies, ja. Toen werd het allemaal wat serieuzer. Toen dachten we, oh, dit wordt wel echt een nadeel. We gaan de naam veranderen. Oh radio... ja, daar heb je serieus al meteen aan gedacht. Ja, we zijn al Radio 10 Gold. Hebben de luisteraars al nieuwe namen ingestuurd allemaal. Oh. Maar inmiddels blijkt dat het misschien toch weer helemaal niet nodig is om de naam te veranderen. Dus we zijn er nog niet uit. Nee, want vertel even, hoe kwam je erop? Corona, ik associeer het met dat biertje. Maar... Ja, nou ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want zij heten echt al heel lang de Corona's, al voordat ik erbij kwam. Dus het heeft ook helemaal niks te maken met die ziekte. Nee. En ja, zij zijn ooit zo begonnen. En nu is dit toevallige incident, zullen we het maar noemen, gebeurd. En er waren via Radio 10 Gold dus opties of ideeën om die naam... te veranderen? Ja. Wat kan je een paar leuke noemen? We kregen de festiva's en de coronita's dan ook binnen. Ah, ja. En de cerveza's natuurlijk. Ah, ja. En echt allerlei wat een beetje erop lijkt, maar net niet helemaal. Maar we hebben nog geen keuze kunnen maken. Nee. En wat voor soort muziek maken jullie? Nou, wij doen alles op verzoek. Dus wij hebben eigenlijk een klein balkonnetje in het publiek staan. Daar kunnen mensen naartoe komen om hun verzoekje te doen. En dat spelen we dan. We hebben tegenwoordig ook een app waar mensen via die app hun verzoekje kunnen doen. Dus en waar spelen jullie allemaal? Op tentfeesten, bedrijfsfeesten, grote evenementen. Af en toe een bruiloft tussendoor. Maar voornamelijk toch wel de grotere dorpsfeesten, om maar zo te zeggen. Ja, en allemaal gelegenheden dus die er nu niet zijn. Nee, we zijn niet een coverband die voor 100 man spelen. Dus dat doen we ook hoor, daar niet van. Ja, maar ik bedoel, bruiloften, dat is al... Ja, heel veel mensen hebben een bruiloft afgelopen. Evenementen, ja. Bedrijfsbijeenkomsten, dat is er allemaal niet. Dat is er allemaal niet. En hoe is het dan nu met de corona's? Nou, het is wel goed met de corona's, gelukkig. Met alle 17 de corona's. Jullie zijn de 17e? We zijn met de groep muzikant is 17 man. Dan hebben we natuurlijk ook nog crew erbij van een man of 5, 6, 7. Dus ja, in totaal zit je op zo'n 20 à 25 man. Flink band. Ja, ja. We hebben iedere keer een andere samenstelling namelijk. Dus we zorgen er altijd voor dat de juiste samenstelling op de juiste plek staat. En dat zorgt er dus ook voor dat je de juiste verzoekjes en de juiste mensen kunt aanspreken. Ja. Maar ja, dat weet je van tevoren niet, wat mensen gaan verzoeken. Maar wij hebben een hele goede boeker. En die vraagt heel goed na van wat voor mensen komen. Er. Ja, precies. En dat vaak kun je het dan wel inschatten, hoor. Ja? Noem eens een voorbeeld. Nou. Dus een koorballenfeest, wat vragen die aan? Die gaan voor Ik wil zuipen natuurlijk. Oh, ja. Of voor links-rechts van de Snollebollekes. Die komt altijd wel langs. Ja. En natuurlijk Paradise by the Dashboard Light. Dus we hebben wel veel verzoekjes die vaak langskomen. Oh ja, zijn mensen stereotyp dan eigenlijk, hè? Als je het zo al kan indelen, die gaat dat aanvragen. Stiekem wel, ja, ja. Ja, maar dus het gaat goed. Maar het kan natuurlijk veel beter, want we zitten wel allemaal thuis. Nu is er niks dus. Er is niks, nee. Doe je nog andere dingen daarnaast? Ik heb ook nog een akoestisch duo daarnaast. Dus gelukkig heb ik in juli wel weer een bruiloft voor 30 man... waar ik alleen met mijn gitarist kan spelen. En we hebben ook natuurlijk thuis wel het een en ander opgenomen. En daar filmpjes van gemaakt voor de lol en om maar bezig te zijn. Ja. Maar verdien je natuurlijk geen geld. Nee. Daar verdien je geen geld mee. Nee, verdien je geen geld mee. En hoe gaat het dan thuis? Verveel je? Of heb je andere... Ja? Ja. Ik geef ook nog sportles eigenlijk daarnaast. Maar ja. Oké, maar dat is nu online natuurlijk heel handig voor al die mensen die maar aan het Netflixen zijn. Online doen we wel weer wat livestreamlessen. En we mogen nu ook wel weer live lessen geven, maar voor 10 mensen en zo. En ik laat gewoon op van... veel mensen van een groot publiek. En niet omdat ze allemaal naar mij kijken, maar omdat ze allemaal veel plezier hebben en veel lol hebben. En dat, daar krijg ik energie van. En dat zie ik nu helemaal niet, helemaal op nergens. En voor mijn persoonlijkheid is dat wel echt heel, heel lastig. Ja, ja, niet sporten, niet zingen, geen grote mensen, groepen waar je in oplaat. Hoe loop je dan door het huis? Wat doet het met het gemoed? Het is wel heel moeilijk. Ja, het is wel. Ik heb niet zulke hele leuke maanden nu. En
Ja, je wordt er gewoon een beetje, ik zal niet zeggen depressief, want dat is misschien wel erg zwaar. Maar je bent wel echt de hele dag aan het bedenken, oké, wat kan ik er zelf aan doen om het wel weer zover te krijgen. Ja. Dus je bent continu met ideeën bezig. En oh, misschien kan ik dit gaan doen. En, het houdt gewoon niet op in mijn hoofd eigenlijk. En kun je dingen uitvoeren dan? Of is dat toch lastig met alle beperkingen? Ja, het is wel lastig met alle beperkingen. Heel vaak hebben we ideeën. Maar we hebben nu bijvoorbeeld met corona's wel een idee om een 1,5 meter tour te gaan doen. We zijn al begonnen zelfs. Hoe gaat dat eruit zien? We hebben een soort van een auto met een aanhangwagen. Zodat wij met z'n vier of met z'n vijven verspreid kunnen zitten. En dan rijden we langs vakantieparken, campings, terrassen. Die kunnen ons inhuren en dan spelen we daar verzoeknummers. Want mensen kunnen via de app gelukkig verzoeknummers doen. Dus ze hoeven niet naar ons toe te komen. Ja, inderdaad. En op die manier hopen we deze zomer toch nog wel wat leuke optredens te kunnen doen. En juist ook wel weer voor die kleine knusse feestjes te kunnen zorgen. Want dat vinden wij eigenlijk ook wel weer heel leuk. Ja, dus daar krijg je er een beetje energie van. Ja. Dus heb je toch je tijd heel nuttig besteed. Om dit zo te bedenken. Natuurlijk. En uit te vogelen met elkaar. Ja, muzikanten zitten ook niet stil. Dat kunnen ze niet. Anders zou dit ook allemaal niet zo opgetuigd zijn. Ik heb het over muzikanten, maar iedereen in de cultuursector natuurlijk. Dus iedereen, die radertjes gaan weer draaien bij iedereen. En ja, we overleven het wel weer. Maar het is echt heel pittig op dit moment. Ja, ik kan me voorstellen. Maar het dieptepunt is misschien wel geweest. Nu met de 1,5 meter tour in het vooruitzicht. Kan je hier er is in ieder geval weer een beetje een stip aan de horizon. Ja. En ik zie ook dat in Duitsland zijn de regels echt al wel weer flink versoepeld. Dus, en we spelen af en toe ook in Duitsland. Dus we hopen dat dat ook een beetje richting Nederland gaat. Of jullie richting Duitsland. Of wij richting Duitsland. Ja. Dat kan ook. Ja. Je zei al 17 man zijn jullie. Hangen daar nog meer mensen omheen die jij wil vertegenwoordigen hier? Ik zou inderdaad willen zeggen, ik vertegenwoordig iedereen die achter mijn standpunt staat. Maar dat wordt een beetje veel. Ja, ja. Nee, dus 17 man van de corona's. En daar zitten sowieso de crew misschien van 5 man nog bij. Dus laten we zeggen 22 man. 22. We schroeven het aantal naar bovenop met 22. Ik wil je uitnodigen een handtekening te zetten namens al die 22 mensen. En heel erg dank dat je hier je verhaal wilde doen. Jij ook bedankt. Oké, Yvonne Mocking.